Hey, hallo. En wat leuk dat je luistert naar de meest optimistische podcast ter wereld, De Lange Lont. Vandaag gaan we testen of de gast bij Milo in de studio een lang lontje heeft. En de gast is... Petra Vijzelaar. Ja, en dat is leuk, want nogmaals, soms kom je mensen tegen die je eigenlijk helemaal niet kent. Die ontmoet je op een kantoor en later in het AZ-stadion. En die stralen iets uit waarvan je denkt van, nou, volgens mij moet dat een ongelooflijk leuk mens zijn. En alle leuke mensen nodigen uit voor de Lange Lont. In een wat rare periode, want we zitten midden in de Oekraïne, dachten we echt na 2 jaar... corona, dat we dat gehad hadden. En zitten we eigenlijk nu weer in een soort van negativisme, wat eigenlijk gewoon helemaal niet goed is. Want we willen leuke dingen doen. Het is vandaag ook prachtig mooi weer. Kortom, ja. Maar we gaan weer een Lange Lont maken, want dat is leuk. Wat wel even is, luisteraars, en laat er geen misverstand over staan. Het is anders dan anders. Want voordat we begonnen, vroeg Petra of ze ook vragen aan mij mocht stellen. Nou, u weet dat ik daar eigenlijk gewoon helemaal niet van gediend ben, gezien mijn status. Maar we hebben dat goedgekeurd. Dus het kan zijn dat ik ook een vraag moet beantwoorden. Ik probeer dat zoveel mogelijk te vermijden, omdat het gewoon eigenlijk niet wenselijk is. Maar ja, we zijn redelijk gastgericht. Dus als Petra dat wil, dan doen we dat. Petra, van harte welkom. Dankjewel. Vertel onze luisteraars eens, wie ben je? Petra Vijzelaar, woonachtig in het prachtig mooie Heilo met 4 mannen. Ik ben werkzaam bij de stichting Doe Eens Goed. En zo zijn wij in contact gekomen, Milo. Ja, ik hou enorm van mensen om me heen en interactie. Dus vandaar mijn vraag van, goh, mag ik jou ook af en toe eens wat vragen? Wat ben ik verder en wat doe ik verder? Ik loop heel veel op voetbalvelden. Ik ben dol op voetbal. Ik hou van vrijwilligerswerk bij de voetbal. Voorheen in de ouderraad op school. Stichting Oranje Commissie in Heilo. Yo, als ik maar in de weer kan zijn en lekker met mensen om me heen me kan entertainen. Hey, en breng ons eens even terug naar jouw verleden dan. Want geboren in? Geboren te Bergen. Oké, okay. Ja. En echte Bergenees. Een echte Bergenees, ja. Geboren getogen. Daar hoor je overigens helemaal niets van, heb ik me laten vertellen. Op mijn 18e mijn koffers gepakt, omdat ik dacht van, joh, ik vind het leuk. Ik ga samen wonen en ik ga in de stad wonen. Superleuke tijd gehad. En vervolgens naar Heilo verhuisd. En daar woon ik nu een 23 jaar. En die stad was Amsterdam, neem ik aan? Nee, de stad was Alkmaar. Oh. Ja, dat is voor mij de stad. Oh, oké. Okay, nou, dit klonk normaal even koffers inpakken. Ja, nee, spullen, hoor. We gaan naar de stad. Wel, nee. Gewoon hemelsbreed 5,6 kilometer verder in een appartementje en genieten geblazen. Klopt helemaal. Ja, als je in Bergen woont, het dorpse Bergen, dan ga je naar de stad en dan is de stad Alkmaar. Wat goed zeg. Ja, heb je gestudeerd? Ik heb uiteindelijk vrij weinig gestudeerd. Ik heb heel veel leuke mensen ontmoet, barren gedanst en karaoke barren gezien. Dus uiteindelijk op school is het een mbo-opleiding geworden, bank- en verzekeringswezen. Daar heb ik later in mijn leven toch wel een klein beetje spijt van gehad. En zodoende ben ik vorig jaar geslaagd en heb ik mijn bachelor gehaald, hbo commerciële economie. Wat goed, je bent uiteindelijk weer teruggegaan. Ja, en de schoolbank in. Bankzaken, ik neem aan dat jij in dit geval de boekhouder bent van die 4 mannen. Zeker, onder andere. Ja. PA noem ik mezelf. Ja, Oké, ik bedoel, zij vragen en draaien. Hey, sinds een paar maanden, volgens mij bij de nieuwe club. Met een mooie nieuwe naam. Ja, prachtig. Stichting Doe Eens Goed. Ja, het zegt het allemaal. Het zit prachtig verpakt in de naam. We doen goed. Ja. En wij doen goed, maar dat kan alleen omdat wij hele mooie mensen hebben die aangehaakt zijn. Mooie ondernemers en maatschappelijke organisaties. En die brengen wij samen en daar komen de mooiste dingen uit. Is dat nodig dat we goed doen? Nou, het is sowieso nodig dat we goed doen. Ja, absoluut. Je wordt er blij van. Ja. Degene die goed doet en degene die ontvangt wordt er nog veel blijer van. Want die helpen we op weg met een mooi project. Dat kan een grut in een moestuintje zijn. Dat kan een verbouwing zijn. Dat kan een schilderklus zijn. Ja. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. En even voor de luisteraars. Dat betekent dat een commercieel bedrijf dat doet voor een maatschappelijke organisatie, een zorginstelling bijvoorbeeld, een dagbesteding, een sportvereniging, een schoolplein. Je kan het zo gek niet bedenken. Ja. Ja. Want er komt er weer aan, hè, toch? Een van die vrijwilligersdagen. Zeker. Welke is dat ook weer? De Doe Eens Goed actiedag. En die staat voor 20 mei op de kalender. 20 mei. Wat gaan jullie doen op die 20 mei? Op die 20 mei ga ik me vooral voor nu bezighouden met het vragen van, joh, waar kunnen we helpen? Waar zijn er handjes nodig? Ja. En daar gaan we de ondernemers op die dag voor inzetten.
Oké, okay. Mag je na afloop in ieder geval, nou, 5 minuten. En dat, ja, ik schrijf je op. Ries, die doet altijd zijn hand omhoog. Zeker, ja, die heb ik al voor een dag genoteerd. Mag je in dit geval ook nog even reclame voor maken? Ja, weet je, en dan, als hij zijn hand omhoog doet, hij neemt een man of 15 mee. Ja, serieus, hij vindt dat echt geweldig. Wat dat betreft gaat het helemaal goed komen. Vast wel. Hey, even, want nogmaals, we hebben elkaar getroffen. Ja. Ben je altijd vrolijk? Ik ben bijna altijd vrolijk, ja. Oh, er zit een woordje bijna. En dan moet uiteindelijk degene die het interview doet, moet dat opmerken en zeggen, wanneer niet dan? Nou, ik ben groot AZ-fan. En mijn humeur helemaal laten beïnvloeden, dat is ook weer een groot iets. Maar als het echt hele belangrijke wedstrijden zijn en die verliezen we nipt of op een hele vervelende manier, ja, dan ben ik zelf soms wel eens een klein beetje uit het lood geslagen. Dus, en dan zou die vervelende manier bijvoorbeeld in dit geval kunnen zijn dat penaltietje of wat. Ja, ik wil het er niet over hebben. Ja, nee, maar goed, even in alle eerlijkheid. Ik geloof dat je afgelopen zondag... Ja, stond dan op de bank. Ja? Ja. Ja? Ja, fantastisch. Ja, ja. 1 onterecht en 1 terecht. Maakt stelschop. Me niks uit. 1 afgekeurd doelpuntje, 2-1, ja, even mee in de zak. Soms zit tegen. Ja, ja. Ja. Nou ja, we hebben, dames en heren, in deze podcast leukere gasten gehad. maar goed, weet je moet er af en toe doorheen bijten. Weet je. Klopt. En we kunnen deze altijd nog op de stapel doen van als we niks meer hebben. Maar goed, dat er zijde. Dus daar kan je echt geraakt door zijn. Daar ben je in dit geval zo enthousiast over. Dat je, nog meer? Nee, als het om mijn kinderen gaat. Ja. En er wordt onrecht in mijn ogen toegedaan. Gebeurt niet vaak, gelukkig. Nee. Nee. Maar dan heb ik ook het idee, daar moet ik voor opkomen. Ja. Maar voor de rest, nee. Hoe hou je dat voor? Waar geniet je dan van? Oh, van de mensen om me heen. Ja? Daar krijg ik heel veel energie van. Ja. Je bent altijd... aan? Ja? Ja, zo goed als. Je wordt wakker. Gewoon. Ja, nou, goed, je hebt natuurlijk een druk leven. Want er staan gelijk 4 mannen die... lawaai maken, denk ik dan zomaar. Ja, nou, ik moet zeggen, en er wonen ook 2 pubers in huis. Die maken op de vroege ochtend niet zo heel veel lawaai. Want voordat die een keertje opgestart zijn, dat duurt even. Maar, Hoe oud zijn ze? De oudste is 19 en dan hebben we er nog eentje van 16 in de ronde. Oké. Ja. Wat geweldig, hè? Ja, zeker. Hey, en dat betekent nogmaals altijd vrij en vrolijk. En waar word je dan het meest blij van? Nou, en naast het feit, kijk, contact maken met mensen, dat is 1 natuurlijk. Maar waar word je echt blij van? Waar word ik echt blij van? Ja, ik kan enorm genieten, maar dat heeft toch eigenlijk altijd wel met mensen maken. Ik ben echt zo'n genieter als ik zie dat andere mensen het leuk hebben. Of als ik iets leuks kan doen voor een ander. Cijfer je jezelf dan ook helemaal weg? Nou, niet helemaal, maar dat komt wel eens voor. Ja? Ja. Maar je klaarblijkelijk ben je nog in staat om daar toch nog van te genieten dan, of niet? Ja, juist. Ja. Want het geeft ook gewoon heel veel energie. Ja. Ja. Daar zijn natuurlijk talloze mensen. Daarvoor hebben we die lange lont ooit een keer bedacht. Mensen vinden dat er heel veel korte lontjes zijn. Toevallig stond het Noord-Hollands Dagblad van de week er weer vol mee. Weet je. Rutte heeft zelfs een oproep gedaan dat we te veel korte lontjes hebben. Hoe hou jij dat vol? Ik bedoel, want volgens mij ben je een voorbeeld van een lange lont. Je ziet overal het positivisme wel voor in. Hoe hou je dat vol? Er zijn altijd wel leuke dingen in iets op te merken. Ja? Er is altijd wel een, hoe stom dingen soms ook zijn. En sommige dingen overkomen je. En uiteraard zijn er ook dingen die zijn onoverkomelijk. Als het om gezondheid gaat bijvoorbeeld. Maar er zijn altijd, aan alles kleeft wel iets moois. Ja. Weet je, we hebben nu de oorlog in de Oekraïne. Dat is een afschuwelijk iets. Ja. Maar als je ziet wat dat teweeg brengt bij de mens. Ja. Dat we massaal spullen gaan inzamelen, brengen. Ja. Dat er bedden klaarstaan. Dat er... Daar komt ook weer iets moois uit voort. Ja. Ja, en daar kijk ik dan naar. En dat doet me goed. Maar dat is natuurlijk het enorme saamhorigheidsgevoel wat je dan met elkaar hebt. Ja. Ja, klopt. Weet je, samen iets doen. Ja. Hè? Ben jullie overigens in Heilo herkenbaar als de kermis? Ja. Ja, ja, toch? Ja, even voor de luisteraars, ze begint nu echt te glunderen. Ja, klopt. Dus dat is nog leuker dan AZ, zeg maar. Maar voor de mensen die het kennen, de kermis in Heilo is beroemd, befaamd. Is een stuk rustiger dan de echte kermis in de boerenlanden. Maar dit is echt de meest familiaire kermis die je kent. Ja, dit is echt je een Je spreekt daar af met familie, hè? Ja. Ja, klopt. Ja, ik zie mijn familie, nou ja, de meeste zie ik natuurlijk wel vaker, maar ik zie een heel groot deel van mijn familie, de verre neefjes, nichtjes, de ooms, tantes, op de kermis. Op de kermis, ja.
Ja, dat is echt een familie. Ja, en het voordeel is dat je dan zoveel promenage op hebt dat je elkaar gewoon ook alweer aardig vindt. Ah joh, ik denk dat de hele kermis mijn familie is. Ja, op een gegeven moment. Nee hoor. Hey, wat is het mooiste? Kijk, dat is natuurlijk lastig, even corona. Hè? Heeft het invloed op je gehad of niet? Wordt het lastig? Ik vond het in zoverre lastig, omdat mijn baan toen de tijd... Ik was in dienst van de Rabobank en daar werkte ik als financieel adviseur. Super dat ik een baan had, hè, in coronatijd. Ik bedoel, ik heb me nergens druk om hoeven maken. Maar ik heb 2 jaar lang op een zolderkamertje gewerkt. Ja. Voor iemand die heel graag onder de mensen is en de energie haalt uit het contact met mensen. Ja, waardeloos. Vond ik echt heel vervelend. Maar als je het zo uitlegt, heeft dus uiteindelijk corona opgeleverd dat je daarover na bent gaan denken. Ja. En dat je hebt gezegd, joh, dit is niet wat ik wil, ik ga wat anders doen. Ja, klopt. Ja, dus dat heeft het als moois gebracht. En verder heeft het als moois gebracht dat als gezin zijn, ja, je zit met elkaar opgescheept. We hebben superleuke dingen gedaan. Ja. Mijn hele huis is geschilderd door een paar pubers. Ik bedoel, je kan er natuurlijk, je kan overal wat leuks van maken, hè? Ja. 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 Ja, nee, ik zie dat. Het geschilderd door pubers. Ja. Komt dat dan af? Ja, 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 oh, uiteindelijk. Okay. Ja. 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 Oké, okay. Ja. Nou, ik heb geen kinderen, dus ik weet dat niet. Okay. Maar nee, ik moet me daar maar een voorstelling van maken. Kan prima. En dat ging ook in 1 keer af. Ik durf ze ook gewoon bij je langs te sturen, hoor. Ja, serieus? Ja. Oh, ze kunnen daar in ieder geval... Oh, dat vind ik wel mooi. Ja. Hey. Ze zegt ook alleen, het komt wel af. Maar ze heeft het niet over de sancties die anders toegepast worden. Maar nou begrijp ik uiteindelijk bankzaken gedaan. Vervolgens uiteindelijk Rabobank gaan werken. Commerciële economie afgemaakt. Ja. En nu uiteindelijk, nou ja, pak een beetje de liefde van je leven gevonden in de vorm van... Yo, het is een baan. Ik heb nooit geweten dat je daar een baan van kan maken. Ja. Van het matchen, ja, je houdt niet van dat woord, maar van het verbinden van een ondernemer en een maatschappelijke organisatie. Maar hoe is dat dan gegaan in coronatijd? Ik bedoel, want laten we eerlijk zijn, matchen doe je met name natuurlijk op fysiek gebied. Klopt. Want ik moet iets voor jou gaan doen. Ja, dat heeft dan ook 2 jaar stilgelegen, of niet? Sommige dingen wel, want ja, je kan niet bij de mensen over de vloer. Dus klussen bij dagbestedingen, ja, daar ben je op dat moment niet welkom. Niet omdat ze je niet willen hebben, maar omdat dat simpelweg door de coronamaatregelen niet gaat. Bedrijven staan ook niet te springen om mensen te leveren buiten hun gebaande pad. Dus ja, dat heeft op sommige vlakken heeft dat echt wel stilgestaan. Ja. Maar ook daarbij, er zijn zoveel dingen die wel kunnen. En dat vond ik ook wel in coronatijd het mooie. Je zag zoveel ook lokale initiatieven. Mensen die gingen samenwerken. Dingen die ineens via Teams gingen. Ja, natuurlijk is het leuker om elkaar te ontmoeten en er een kop koffie bij. Ja. En dan moest je eigen koffie inschenken. Altijd anders en altijd een beetje jammer, maar... Ja, er zijn toch evengoed ook wel een hoop mooie dingen gedaan. Wat is de allermooiste wat je hebt meegemaakt? Waar ben je echt ongelooflijk trots op? Waar heb je... Nou, ik moet zeggen, ik ben nu vanaf half januari in dienst bij Stichting Doe Goed. Dus voor mezelf ben ik nog niet heel trots op wat ik bereikt heb. Nee. Ik heb het idee dat er voor mij nog heel veel mooie uitdagingen liggen. Het eerste waar ik me echt actief mee bezig heb gehouden is de Pannenkoekendag. Van tevoren vond ik dat eigenlijk best grappig, Pannenkoekendag. Ik dacht, nou ja. Ja, het is al een pannenkoek. Ja. Maar als ik merk wat voor wat het teweeg brengt bij de mensen die ik breng, of die ik bel om te vragen van joh, mogen we pannenkoeken komen brengen? Of mogen we pannenkoeken bij je komen bakken? Ja, die staan gewoon helemaal, die gaan helemaal uit hun dak. Kijk, als je nu even, als je halverwege deze podcast nu inzoomt, dan denk je, gaat dit nou over lange lont of over pannenkoeken? Want je moet de context wel even bepalen. Ja. Ik bedoel, even de pannenkoeken. Wat is de pannenkoekendag? Nationale pannenkoekendag, dat is een dag die waarop... Die bestaat ook echt. Die bestaat ook echt. De nationale pannenkoekendag. Zeker. Ga door. Daarom dacht ik, dat weten al jouw luisteraars. Ja, maar, oh serieus. Ik zal hem nog even... Dat is ieder jaar op een vaste datum. Zeker, ja. Welke datum? 18 maart. Ah, en dan komen er andere mensen pannenkoeken voor je bakken. Juist. En in dit geval de ondernemers in de regio, die komen pannenkoeken bakken bij maatschappelijke organisaties. Dus bij zorginstellingen, dagbestedingen, dat soort dingen. En kunnen ze dan ook privé, bijvoorbeeld, dat iemand bij mij pannenkoeken gewoon... Ik bedoel, even, ik ben best een maatschappelijk ding, vind ik. Als jij pannenkoeken wil, kom ik persoonlijk pannenkoeken bij je bakken. En wanneer is dat volgend jaar dan? Dan is het weer op de vrijdag. Ik weet niet of het zal dan... 17 maart zijn? Of hebben we een schrikkeljaar? Ik ben niet zo heel goed in de data. Het is altijd op een vrijdag en altijd rond de 18e van maart.
Oh, wat goed. Nou, schrijf het even. Ted is de stagiair. Ted schrijft alles op. 17 maart staan. Even. Nogmaals, ik nodig wat mensen uit van de honkbalclub en wat andere dingen. Dus ik zou uitgaan van een kleine, pak een beetje 2500, 3000 pannenkoeken. Ja, nou, als je die zou willen bakken. Dit moment hebben we een ambitieus aantal van 5000 geroepen. 5000 pannenkoeken. Die we in de regio gaan bakken en gaan brengen. Wat gaaf, zeg. Ja, super gaaf. Ik wist dat helemaal niet, zeg. Wat ongelooflijk leuk. Hey, en wat is iets waar je enorm naar uitkijkt? Nou, ik kijk enorm uit naar die actiedag. Daar hadden we het ook al even over. Ja. Waarbij de ondernemers dus gaan klussen bij de organisaties. Ja. En ik kijk enorm uit naar 30 juni. Dat is niet alleen mijn verjaardag. Maar die ga ik groots vieren met een beursvloer in het AFAS-stadion. En daarbij komen ondernemers. Die hebben daar de steentjes. En die bieden van alles en nog wat aan moois aan de organisaties die daarin rondlopen, die allemaal uitgenodigd worden. En dat gaat elkaar opzoeken. En daar komen hele mooie verbindingen, mooie matches uit. En hoeveel mensen komen daar? Ik heb geen idee. Ik hoop heel veel, honderden. Ja, ooit toegezongen door honderden? Ik zelf? Ja? Nee. Op je verjaardag? Oh nee, doe maar niet. Ik zou eigenlijk vertellen, ik denk dat deze keer gaat gebeuren. Oh, ik had het ook niet moeten roepen. Ted. Ik zie Ted knikken, maar op 30 juni gaan wij wel even daar gewoon naartoe. Om te zorgen dat al die deelnemers... Ik heb een hele tijd gewerkt bij AZ. Dus ik hoop dat ik de geluidsman nog even kan vinden om aan te geven dat hij heeft geluid. Dat gaat jou niet lukken. Je hebt altijd baas boven baas. Nou ja, goed, het wordt een hele leuke dag. Dan weet je dat hij dat sowieso. Hey, wat is je grote droom? Oh nee, ik ben niet zo heel erg bezig met de toekomst. Nee. Wat ik op zich nog wel eens zou willen, later als ik groot ben, maar dat zeg ik al heel lang en inmiddels heb ik een leeftijd bereikt dat ik denk, ja, wanneer word ik dan ook echt groot? Ja. Is toeren met een camper door een Australië of Nieuw-Zeeland of in ieder geval een heel mooi land. Maar dat en dan met alle gezinsleden? Of ja, lekker met z'n tweetjes? Liefst wel, maar ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment die gasten zeggen, joh, moeders... Veel plezier. Ja. Dat kan me wel iets... Nou, goed, weet je even, die gaan natuurlijk ook hun eigen Tuurlijk, en dat hoort ook zo. Hey, hoe groot is jouw liefde voor dieren? Ik hou meer van mensen in opzichte van dieren. Want even voor de luisteraar, ze komt binnen met een shirt waar een enorme tijgerkop op staat. En door broek, dat gaat u niet zien, die heeft een zebra dessin. Ja. Dus normaal is de onderkant is een zebra en de bovenkant is een tijger. Dus ik was gewoon geïntegreerd dat om... Dat is mijn Madagaskar look. Ken je die film? Nee. Oh, ja. Wat is de Madagaskar? Nee, die ken ik echt niet. Wat is de Madagaskar? Is dat van Disney? Ja, dat is een hele mooie tekenfilmserie. Met allerlei dieren. Oh, dit heet allerlei... de Madagaskar. Wel, nee, dat maak ik ervan. Ah, oké. Okay. Maar nogmaals, het heeft dus eigenlijk gewoon niks te maken. Dit lag was klaargelegd voor je en klaar. Nou, sterker nog, ik zal je vertellen. Ik was gisteren op mijn werkplek in de telefooncentrale. En toen had ik deze broek ook aan. Want ja, ik was niet iedere dag. Met 4 man heb ik genoeg was. En toen kreeg ik een complimentje. Ja? En toen zei er iemand, nou, wat heb jij een gaaf broekje aan? En toen dacht ik eerst aan The Voice. Toen dacht ik, nee, die zei net iets anders. Dus hij komt ermee weg. En toen was het ook nog complimentendag. Dus toen dacht ik, nou... Was gisteren complimentendag? Ja, dat hoorde ik op de radio. Oh, echt waar? Oh, wat erg. Die heb ik gemist. Nou, hé. Hey. Oh, wat erg. Ik heb dat zelfs nog. Oh, dus wat erg. Dus ik dacht, het is echt een hele toffe broek. Ik vind hem zelf tof, maar andere mensen vinden hem ook tof. Nou, het was het eerste dat ik hoorde dat je binnenkwam. Nou, dan even goed nog. Nou goed, we kunnen natuurlijk gewoon net doen alsof het complimentendag is. Want ik bedoel, even niemand weet dat het vandaag een dag daarna wordt opgenomen. Wat een ongelofelijke leuke broek heb je aan. Milo, complimenten. Dank je wel. Dank je. Echt werkelijk waar. Ries, wat een heerlijk esprit shirtje heb je aan, jongen. Dank je wel. Echt, het ziet er goed uit. Ja, want wij kregen gisteren Ted huilen. Over de vloer. Hij zegt, het is notabene complimentendag vandaag. En ik niks van de baas. Helemaal niks. Nee, de baas was druk. Met name zichzelf complimenten geven. Dat is een concept wat ik bij corona heb geleerd. Je krijgt het nooit zoveel van anderen, maar dat terzijde. Hey, wat is je motto van je leven? Heb je die? Nou, het is niet... Ja, maak er een feestje van. Ja? Ja. Weet je, je kan heel lang bij de pakken neer gaan zitten, bij van alles en nog wat. Maar kijk vooral naar wat je hebt. En wat er goed gaat en wat er leuk is. Ja. En maak er een feestje van.
Nou, is het best wel aardig. Hè? Er zijn meerdere mensen in de podcast die dat inderdaad als advies geven. Er zijn ook mensen die vinden dat die kijken wat meer naar de grijze kant. Hoe doe je dat dan? Ik bedoel, hè, je hebt al gezegd dat je altijd optimistisch bent, weet je wel. Je wordt niet chagrijnig, behalve als AZ uiteindelijk klop krijgt. Wat gelukkig de afgelopen 18 wedstrijden niet gebeurd is. Dus wat dat betreft is dat een voordeel. Ja, het gaat goed met me. Maar hoe doe je dat dan? Wat is dan het advies wat je geeft aan mensen die daar best moeite mee hebben? Ja, het is niet zozeer een advies, want je moet er ook voor openstaan. Je moet er ook feeling mee hebben. En je kan iemand anders niet veranderen. En dat moet je ook niet willen. Nee. Dan denk ik, joh, ik doe het op mijn manier en een ander doet het op een andere manier. Maar er zijn wel, en dat is wel aardig, je zegt dat, maar er zijn gewoon echt wel heel veel mensen die zich op dit moment bezighouden met dat vraagstuk. Weet je, die eigenlijk wel dat advies willen en zeggen van, goh, help mij nou gewoon eens hoe ik op die manier kan kijken. Ja, het is een stukje mindset. Dat klinkt allemaal zo zweverig misschien en dat ben ik helemaal niet. Maar het is ook van, joh, ik word blij als ik naar buiten kijk. Het is mooi weer. En dan denk ik, top, de dag is weer begonnen. Wat gaan we doen vandaag? Daar sta je mee op. Ja, dat kan je niet op iemand overbrengen. Maar als morgen regent... Ja, zit ik de hele dag onder een kleedje en dan trek ik het over mijn hoofd. Nee, helemaal niet. Dan ga ik ook naar mijn werk en dan... Maar dan is het goed voor de tuin waarschijnlijk, dat water. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Of dan ben ik blij dat ik een auto heb, dat ik niet op de fiets naar mijn werk hoef. Ja. Of noem het op. Ja, nou even over die auto gesproken. je bent ook een van de gelukkigen die naar buiten loopt en in één keer... Ja. Staat daar dan wat? Ja, dat vertelde ik net inderdaad even. Hoe ben je hier? Ja, ik ben hier met een auto... En ik had een heel oud karretje voordat ik begon bij Stichting Does Goed. En ik denk, ik ga bij een stichting werken. Dus dan moet je zeker niet met een hele dikke kar aankomen. Dat kan je niet maken. Want het is een stichting zonder winstoogmerk. Ja, daar verdien je ook naar. En doe maar gewoon een heel oud autootje dan. Maar ik ben voor mijn werkzaamheden dagelijks heel veel op roet. En ik mag bij de leukste mensen koffie drinken. En allemaal mooie zorginstellingen en dergelijke bekijken en bezoeken. En mijn thuisfront had zoiets van, dat Corsaatje vandaag of morgen sta je langs de kant. Dat is nu zo oud. Klaar. En ik deelde de mening eigenlijk niet. Totdat ik een dagje weg was en thuis kwam. En er stond ineens een andere auto voor de deur. Kijk moeders, je koopt hem zelf niet, maar... Dan doen wij dat wel voor je. Dan doen wij dat wel voor je. Ja. Ja. Nee, dat, ja. Hoe tof is dat? Ja, dat is ongelooflijk tof. Toch? Ja. Laten we eerlijk zijn, ik... Ga straks met verswinde spoed naar huis om te kijken of mijn thuisfront ook zo... Ik weet niet wat voor auto je nu hebt. Vast geen Opeltje Corsa uit. Geen commentaar. Laat ik het zo zeggen, ik zou niet bij een stichting kunnen werken. Maar hey, nog één ding, want dat is belangrijk, want dat mocht nog even. Doe eens goed, ja. Je moest nog even een oproep doen. Ja, doe eens goed, actiedag. 20 mei, zet hem in je agenda voor de ondernemers. We zijn op zoek naar mensen die willen helpen, liefst in teamverband. Die mooie klussen willen doen voor de maatschappelijke organisaties. Ja. En ook maatschappelijke organisaties die niet bekend zijn met Stichting Does Goed. Kijk eerst eens op onze website en bel me even. Oké, dat laatste dat leek overigens wel een echte commercial. Ja. En bel mij even. Heb ik altijd al willen doen. Weet je, even en bel mij even. Op zich, dat nog één keer dan. En bel mij even. Je kan me inhuren hoor. Hey, heb jij een voorbeeld? Heb jij iemand die voor jou altijd een lange lont is? Waarvan je altijd denkt, die is altijd optimistisch. Ja, mijn grote voorbeeld, dat is mijn moeder. En dat heb ik pas later ontdekt dat zij zo'n voorbeeld is. Want in het begin vond ik haar alleen maar heel erg saai. Ze zorgde voor mij en mijn broertjes. Mijn vader was heel veel op roet. Was ook zo'n bezige bij. Of is zo'n bezige bij. En mijn moeder was altijd thuis. Dat was de stabiele factor. En het was rete saai. En nu achteraf denk ik, jezus vrouw. Jij hebt zoveel aan stabiliteit betekend. En je staat zo blij in het leven met wat je hebt. En dat vind ik heel mooi. Altijd optimistisch. Ja. 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 Gaaf. Ja. Zou je het leuk vinden als ik haar uitnodig? Nou, ik weet niet of ze daarop zit te wachten. Niet geschoten is altijd, maar je stopt, Ted. Sorry, Ted. Ja.
Nee, maar dan gaan we het proberen. Want als je zo ongelooflijk enthousiast bent over je moeder... Ja, nou, dan willen wij die persoon met die lange lont natuurlijk zien. Ja, ik, snap ja, ik zie je stralen. Ja. Ja, dat, nogmaals even voor de luisteraar. Dat is echt wel mooi dat je dat zegt, hè. En het aardige is dat je dus eigenlijk tot de conclusie komt... ik vond het eerst maar saai. Ja. En later is dat omgegaan in een ongelooflijke positieve bewondering. Hartstikke bedankt dat je er was. Milo, bedankt. Echt leuk. Voor de uitnodiging. En het is gelukt, hè? Voor u allen. Ze heeft geen enkele vraag... Nee, aan mij gesteld. Ja. Dames en heren, dit was de podcast Lange Lont. Veel plezier, hartstikke bedankt. Dankjewel. En tot ziens. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer, waarin we weer een lontje testen. Hoe lang is jouw lontje eigenlijk? Tot snel! De Lange Lont is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Trainmark.